je de trick niet, krijg je een pijnlijke straf. Oh! De pillen! Die was ertussen! Oh, waarom kan hij dit? Oh! Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag ben ik weer bij een geweldig plan aangekomen waarbij ik mijn vrienden allemaal tricks laat doen en ze pijn laat lijden als ze het niet kunnen. Ik heb dit al eens eerder gedaan, ik ben al eens een keer naar een trampolinepark gegaan waarbij iedereen die de trick niet landde werd gepijnigd door Enzo. Ik ben al een keer naar een zwembad gegaan waarbij iedereen die de trick niet nadeed een bellyflop moest doen. Oh. En nu vandaag zijn we in Gimmickcel, ben ik weer met Boas mee. Oh. Dat krijg je dus. En Timo. En is het weer zo'n feest? Doe je de trick niet, krijg je een pijnlijke straf. Steen, papier, schaar. De winnaar mag bij de verliezer doen. Steen, papier, schaar. Even een kleine demonstratie. Dit wordt de straf. Oh! Waar is Timo, jongens? Want we hebben nog een derde... Timo! Ik had nog zo gezegd, we gaan vandaag geen verstoppertje spelen. En Timo moet zich weer constant verstoppen. Die jongen wil alleen maar verstoppertje spelen, elke video. Ja, ik heb hem gevonden. Ja? Hoofd. We doen even steen, papier, scissors. Nee, we gingen een trick doen. Ja. Nog geen steen, papier, schaar. Jawel, maar steen, papier, schaar. Wat is het plan? Trio stopt als je de blok aanraakt. Helaas. Ja, helaas. Nee, kom hier. Ik ga gewoon lekker op mijn blok aanraken. Als er ooit een video op mijn kanaal gaat komen waarbij dit niet plaatsvindt, dan vind ik het knap. Ik doe wel steen, papier, schaar tegen mezelf dan. Steen, papier, schaar. Yeah, ik won. A few moments later. Timo is eerst, meesters tweeds, ik als derds en Bas als laatst. Kijk man, ik kan niet kool. We gaan een dubbel side doen met de bal in de handen. Oh. Gewoon even kijken of het lukt. Ja, oh. Je hebt mezelf al niet geland. Ah. You know what that means. Ja, maar jullie moeten wel nadoen. Ja, ja, ja. Eerste ronde, eerste trick gaat fout. Jullie weten wat dat betekent. Auw, oh, fuck! Ja, je moet op zijn hand. Je moet, kom eens terug. Je moet wel op je billen. Nee, auw, je doet het Kijk dan! Ja, het helpt wel, okay. Wordt gewoon blauw! Oh shit! Ik heb echt geen idee hoe ik dit ga doen. Ringer. Ja, sorry. Ik denk dat ik een idee heb. Met de bal in de handen. Wow, yo! Oh, nee, die telt, die telt. Die telt. Toch? Ik was ook heel dichtbij. Ja. Oh. Timo, je moet het hier doen! Ja, dat dacht ik. Timo, jij kan dit niet. Timo! Timo! Oh, Timo! Laat Boas het doen, hij kan dit tenminste. Oh, ja, die was goed. Die was hier. Oh, ja, die was goed. Oeh, Boas. Hoe ver was jij dan? Ik hoef toch niet? Je moet nu. Als ik dit zo zie... Fuck! Laat ik doe dit! Moet iets verder. Ah, deze spanning is vooral heel kut. Ah. Ja, die was raak. Ja, ja, oké. Okay. Het is zo moeilijk om te raken. Zal ik het even doen anders? Ja, jongen, jongen, jongen. Wij zijn de enigen die het kunnen. Oeh, dat was op mijn handje. Nee. Oh, dat was in mijn rug. Ah, dat is moeilijk hoor. Wij zijn de enigen die het kunnen. Stop, ik wil niet meer. Dit was ook gewoon niet raak. Dit was gewoon echt 30 centimeter erboven. Ja, ik deed mijn best. We hebben natuurlijk alweer allemaal over voor jullie. Dus heb je deze video nog niet geliked? Geef me even een like. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik probeer dit jaar de 200.000 abonnees te halen. Dat lukt alleen met jullie hulp. En als deze fucker niet zo hard gaat. Nee, lekker Messi. Wat is je trick? Wat denk je? Ik heb geen idee. Hier. Geen dubbel gainer. Ik kan nog steeds. Ja, dat is pijn. Ja. Oh. Oh, waarom kan hij dit? We hebben er nu een soort van conclusie getrokken. Niemand kan dit. Oh! Wat een kutspel! Hé, die was lekker hoor. Gaat het, Timo? Oh, dit is echt oprechte pijn. Kom maar. Holy fuck! Dat was niet op mijn bil! Ja. Niet op mijn bil! Wacht even. Oh! Dit zijn de billen! Die was ertussen! Oh! Au, dat is op mijn bil! Oh, dit doet echt pijn. Dit is gewoon oprechte pijn. Wie is nu aan de beurt? Jij, hè? Ik ben aan de beurt. Ik vind het echt geweldig leuk. Ik doe wel een trick die iedereen kan proberen. Oh, is het? Nee, het is niet meer zo rood. Het is op de echt precies dezelfde plek. Bij deze challenge krijgt maar één iemand de straf. We gaan staan op de balk. En degene die het minst lang blijft staan, heeft... Maar dit is geen balk! Dit is een brug. Oké, okay, we gaan staan op de brug. Degene die het minst lang staat... Maar ik zie geen water! Mijn handen waren nog niet los! En hij gaat schudden. Lars. 3, 2, 1.
1. 2. Ja, ja, ja. Last note to yourself. Bedenk een challenge die je zelf wel kan. 2, 1, go. Wat was de tijd? 43 seconden. 1, 2, oké, je hebt gewonnen. Waarom heb ik dit ook alweer bedacht? Nee, dat meen je niet. 2, 3. Oh, zelfs Timo wint. Ik mijn anus. Omdat ik nu verloor en ja, ik wel echt dramatisch heb verloren, mag Boos het lichaamsdeel kiezen. Piepi niet kiezen, dat is niet. Je voet, ga maar liggen, ga ik op je tenen tikken. Oh, tief op. Oh, 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 oh. Wow, yo, heb je ooit, wow, ben je ooit gekieteld onder je voet? Dat voelt dit, maar dan 20 keer. Zo, zweetuitbarstingen van, hè. Ik ben even ongezond gewoon. Holy shit, ik denk dat ik niet meer kan lopen. Ik heb er benen. Dit is dus zo'n dag dat ik elke challenge verlies. Ik ga even iets doen wat jullie allemaal misschien kunnen. Je doet uit stand, je springt één keer, je punt rond het Arabier backflip. Top. Lekker, eindelijk is iemand die een challenge haalt. Ik ben echt te lang niet meer in het trampolinepark geweest. Ik heb te lang... Vroeg ik jou wat advies? Nee, turnhalen tellen ook mee. Ik heb gewoon te weinig getraind. Ik moet echt weer even op mijn level komen om dit soort video's wel te laten slagen. Goed het slaag, want jullie kijken gewoon omdat we gestraft worden. Dus wat zeur je eigenlijk? Blijf met één arm omhoog staan, ik ga hem hier hitten. Oh, fuck! Oh, au, 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 au! Ho! Ja, die was niet heel goed, maar wel pijnlijk. De eerste ronde is geweest. Het was best wel pijnlijk, vooral voor Timo en mij, want ja, we zijn dood gegaan. Boos kwam met een ontzettend goed plan om de tweede ronde in teams te doen, waardoor de pijn en de dingen iets minder worden, want ja, ik zit echt, en dat is geen grap, ik zit onder de blauwe plekken. Het is echt niet normaal. Timo, zullen wij een team zijn? Ja, wij zijn nu even een team. Wij zijn een team. We gaan even iets doen. Yeah. Jullie zijn eerst. Wat ga je doen? God, Timo is echt koud. Jij hebt sowieso een bruinvlekje. Oh, ik heb een goeie. Wij gaan beginnen. En Timo, wij doen een duo flip. Jij gaat zo. Ja, je moet twee. Twee benen. En dan gooi ik Timo in een frontflip. Doe maar gewoon. Ja? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1. Boas, dat kunnen wij easy. Boas, dat kunnen wij easy. Jawel, ik kan jou er makkelijk in. Ja, dat kunnen wij easy. Oh, easy, dat zei niet. Ja, tuurlijk, kom. Ja, jullie hadden niet verwacht dat het ons ging lukken, maar we hebben het gedaan. 3, 2, 1. Ja! Ja, dat kunnen wij easy. Spanky voor de sfeer, voor de sfeer. Spanky voor de sfeer. Oh, dat was aan de verkeerde kant. Ah, ik dacht het kon op mijn reet. Heb je wel het ringetje in je hand? Ja. Ja, oké, dan moet ik deze ook doen. Nee, nee, ik wil die jij graag. Jij mag deze doen. Auw, koude, dat is heel moeilijk. Hij is te klein voor dit spelletje. We doen een gateflip. Zo. Wat doen we daar? Lekker. Oh. Lekker, gast. Ja. Dat was het niet, hè? Ga maar staan, dat was het niet. Ga maar staan. Ja, wacht even. Oh! Lekker gast. Wat een gast. Nou ja, hé, dat wordt spanky. Nee, ik kies gewoon mijn been. Kies hier. Nee, hier. Oh! Ha! 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 Dit is echt een geweldig video idee. Gecreëerd bij mij. Mees mag die andere, hè? Nee, ik mag er twee, want ik deed niet in je buik. Nee. Nee, maar Mees mag ook. Ja, Mees mag ook nog een keer, maar ik mocht er twee keer, want ik mocht niet op je buik. Nee, Mees mag niet ook nog dan. Jawel. Nee, waarom? Ik zei, deze proefwet zou ik twee keer daar en toen zei je ja. Ah, dat was jouw tweede. Dat was jouw tweede. Dat was jouw tweede. Dat was. Dat was jouw tweede. Dat was jouw tweede al. Mijn broek zit uit. Bouwen! Bouwen! Kappen! Oh, nee, dat deed pijn, dat deed heel veel pijn. Boas! Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad op mijn lichaam in één sessie. Dat is dat doen, nee, doet minder pijn. Ja, dit is hier gewoon jammer. Hij was op je elleboog. Oh, maar dat doet dus ook veel meer pijn dan dat je denkt. In ieder geval, dames en heren, ik heb ervan genoten vandaag. Ik heb wel een paar blauwe plekken extra bij onderbroek, gaat het niet meer aan. Vond je deze video nou leuk? Geef me even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!
Ik denk niet dat ze dat voelen door de blokken heen. Jawel. Oh,